It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. Vandaag spelen we Call of Duty Black Ops 2, spelen potje Team Deathmatch op de map Raid. We gaan kijken wat we kunnen gaan doen, want ik ga spelen vandaag met de type 25, zoals je ziet. Zo, dat was een snelle intro. Maar we gaan gewoon kijken wat we kunnen gaan doen. Vandaag spelen we met de Hellstorm Missile, Lightning Strike en de Orbital V-Set. Ik had gewoon zin een keer type 25 te gaan spelen weer. En we gaan natuurlijk gewoon lekker 2 video's per dag uploaden vanaf deze week, zoals je ziet. Je hebt het al een paar dagen lang gezien. Maar vergeet natuurlijk nog niet even deze blauw duimpje omhoog achter te laten op deze video. Helpt mij natuurlijk enorm. Maar we gaan nou eerst kijken of wij een chiller score kunnen gaan neerzetten tegen deze enemies. Dat is natuurlijk het voornaamste deel wat we hier doen. Oké, teammate is al gelijk naar de binnen gerend. Oké, we hebben een assist. Die spant hier zeker. Ja. Lekker teammate. Oh. Alle secondary aan, zag je dat? Daar hebben we geluk gehad. Maar gaan we even kijken of we onze trucjes kunnen gaan halen. Als we die kunnen halen. Is dat helemaal mooi natuurlijk. Sniper, get down! Transitioning. Fire on me. We've lost the... Oh, deze mensen spelen samen. Fuck, ik had bijna mijn streaks. We zitten te campen, man. Ja, ik weet al hoe ik ze ga killen. Ik ga richting... Wacht. Allemaal, ze hebben een Remington, kak. Ik wou dan maar zeggen al via landing gaan. Maar ik had die gozer al gesniped, dus dat hoef ik helemaal niet meer te doen. En jij moet niet naar gaan campen daar zo. Dat is niet meer leuk. Er zijn wel 9 van de 10 mensen die in deze lobby zitten, zijn snipers. Dus daar moeten we even op letten. Daar zit iemand met een wapen. Oh nee, kak! Ik moet iets sneller reloaden, dan had ik hem gewoon kunnen killen in ieder geval. We gaan niet al te lekker, jongens, kom op. Let's go. Oh, let's go. Dat had ik dus, dat zijn de wagen dus, de campers. Dat waren dus de campers daar zo. Oh, ik heb je gesaved, teammate. Ja, dan kan je wel rond gaan schieten, maar hij is al dood. Daar heb ik niet veel aan. Ja, Remington noob, man. Fuck off. Daar heb ik zo'n hekel aan, hè. Hij schiet gewoon 3 keer mis en dan precies... Ik had eigenlijk gewoon door moeten rennen, maar... Hij schiet me dan precies dat laatste kogel, schoot hij me raak. Waardoor hij dus die kill kreeg. Waar is hij? Tel op. Komt hij, hè? Ja, nee, Mo! Zo lang afstand! Nee, dit kan niet! Nee! Ga weg, man! Dit is hem. Nee, hij loopt daar. Hij is dood. Nee, hij is niet dood. Nu is hij wel dood. En nu ben jij ook dood. Let op. Kom maar. Ja, dan pak ik ook even die Remington op. Zo, kunnen we hem. Dan kunnen we die twee ook eventjes. Even reloaden. Even ons lightning strike inkallen. Laat ik hier voor de dubbel gaan. Ah, oh, kut, ik gooi hem op dat dakje. Zit hier eentje. De code. Mooie dubbel kill. Of triple. Was het triple of dubbel? Ik heb het niet goed gezien. Kom maar. Oh, komt hij nog terug? Let's go. V-setje inkallen. Het is dat iemand aankomt, maar ik ga weer mijn M7 of die pakken. Ik moet af. Oh, bitches! Oh, bitches! Oh! Snel, kom op! Door dit gat. Let's go, dubbel final. 30-5 is ons eindscoreband. Zo doen we dat, holy shit. We hebben even een paar keer hard gekild door die Remington, maar
Zo zie je maar dat als je eenmaal je fidget hebt en je scoreschiet kan halen, je gewoon best wel OP eigenlijk bent in TDM. Maar het was een aardig korte video, maar er komen gewoon nog langere video's aan. Natuurlijk als tweede video. Dus mocht je nooit even deze willen, laat even je blauw duimpje omhoog achterhouden. Natuurlijk enorm. En dan hoop ik jullie te zien bij de video van morgen. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Later.